Nou, hoe vind je nou schilderijen voor zo'n tentoonstelling? Dat is altijd een lastige, maar bij deze tentoonstelling helemaal. We hebben heel veel moderne schilders waar we uit konden kiezen, die ook nog eens allemaal een enorm oeuvre hebben. En er waren een aantal schilderijen die ik echt wilde hebben. Dus ik ben naar Hamburg gegaan voor de kopie die Courbet van de Malle Babbe heeft geschilderd. Maar daar hebben ze ook heel veel werken van Liebermann, die ook idolaat was van Frans Hals. En toen ik dit grote werk zag, dacht ik ja, maar die moet ik ook hebben voor de tentoonstelling. We zien burgemeester Petersen, die zelf ontevreden was met het werk. Hij vond het onaf. Die losse schilderstijl die we in Hals en Liebermann zo bewonderen, werd door hem niet gewaardeerd.